Mijn naam is Doki. Ik werk als... Ja, moeilijk uit te leggen. Ik doe een opleiding in een firma, een kleine zelfstandige die heel veel voor de koers doet en grote sportevenementen doet. Ik doe alles, magazijnwerk, op jobwerken, in de aankomstzone van de koers. Logistiek, beheer, uitvoerende markt, van alles. Ik doe die opleiding in Sintra, Antwerpen. De middelbare school was voor mij niet zo interessant. De hele dag op een bank zitten. Ik kon beter gaan werken. Ik voel me er veel beter bij. Ik vind wel het sociale gegeven op school niet zo goed. Of dat ik spijt heb, of dat ik van school gestopt, ja. Ik denk dat ik er eerder spijt van heb dat ik ben blijven zitten en dat ik niet... En dat ik niet gewoon direct heb kunnen zeggen van ik ga naar leercontact. Uitspreken over leerkrachten. Ik heb, als je 12 jaar bent en je wilt naar Sintra gaan, bestaat dat nog niet voor je. Je kunt dat pas van je 15 doen. Dus zelfs wat ze zeggen van je kunt naar ASO, BSO of TSO. Dus ze bezien en ze schatten nu ook altijd in. En ze zeggen altijd van ja, je bent minder in studeren. En tot die 12 jaar doen ze eigenlijk niks meer anders dan studeren. En ja, ze zeggen, je kunt maar goed studeren, moet je maar TSO doen. Of je bent niet zo slim, dus ga maar BSO doen. Of je bent wel slim, dus doe maar ASO. Alleen die keuze kan dat moeilijk maken. Hè. Ik weet niet, ik vind gewoon het fenomeen school niet zo interessant eigenlijk. Ik doe dat wat ik graag wil. De woorden dat je eraan hangt, maak je zelf. Ik wil gewoon tevreden zijn met mijn eigen. Of dat nu mijn passie is, of ik doe het gewoon graag. Of dat is mijn hobby. Ik weet niet, ik werk graag hard. Ik sta graag buiten, ik sta niet graag stil. En dat geeft me... Allee, ik weet niet. Dat is eigenlijk mooi. Allee. De mensen rondom mij gelukkig zijn en ik zelf ook. Hè, dan ben ik ook gelukkig. Hè.